Onderweg. Geschreven door The Short Stories. Na 500 meter, keer om. Indien mogelijk, keer om. Ik slaak een zucht en kan die verdomde routenavigatie wel uit het raam gooien. Continu is dat ding de weg kwijt. Laatst moest ik ergens in Amsterdam zijn, en wat denk je? Ik ben wel vijf keer verkeerd gereden, omdat de navigatie steeds de route kwijt was. Dat is in Amsterdam geen pretje, kan ik je vertellen. Misschien moet ik toch maar eens langs de autogarage gaan. Ik stop aan de zijkant van de weg om de navigatie op mijn telefoon in te stellen. Die doet het tenminste wel. Nog 42 minuten rijden. Perfect. Ik vind het heerlijk om in de auto te zitten. De radio hard aan en meezingen met alle hits. Ja hoor, laat mij maar lekker rijden. Ik ben onderweg naar een workshop sieraden maken. Dat kwam ik tegen op Facebook. Een hele middag knutselen en kletsen. Perfect voor een zondagmiddag. Neem over 300 meter afslag 29 en voeg in op de A1 richting Hengelo. Klinkt de stem van de navigatie. En op het moment dat ik wil invoegen, beginnen er twee rode lampjes te knipperen en te piepen. Nee, hè? Ik voel dat de auto vermogen verliest en haal gelukkig net de vluchtstrook om de auto op een veilige plek tot stilstand te brengen. Ik zet mijn alarmlampen aan en via de bijrijderstoel klim ik de auto uit en loop de berm in. Ik zoek het nummer van de Pech voor onderweg service op en toets het nummer in. Na zes minuten heb ik iemand aan de lijn en leg uit wat er precies aan de hand is. Er komt een wagen naar u toe. Neemt u plaats op een veilige plek in de berm, zegt de vrouw vriendelijk. Ik bedank haar en hang op. Wat een gedoe, denk ik, en ik kijk op mijn horloge. Het wordt nog spannend of ze op tijd bij de workshop gaat zijn. Na ruim twintig minuten komt er gelukkig een hulpwagen aan en nadat de jongen de auto bekeken heeft, komt hij de berm inlopen. Nou, mevrouw, u kunt weer door. Het lag aan het oliepeil. Wat snel! Ik bedank de jongen hartelijk en ben blij dat er mensen zijn die wel verstand hebben van deze zaken. Ik vervolg mijn weg naar de workshop. Als ik aankom rijden, zie ik dat er nog precies één parkeerplek over is, recht voor de deur. Het geluk zit me toch nog mee vandaag. Ik had Sanne, de organisator van de workshop, al geëpt dat ik iets later zou zijn. Dit was geen probleem. Ik loop naar binnen. En na drie keer de verkeerde deur gekozen te hebben, kom ik de juiste ruimte binnen. Hé hey Linda. Fijn dat je er bent! Sanne komt naar me toe lopen en geeft me een hand. Hoi Sanne! Ja, eindelijk! Wat een gedoe, hè, met die auto! Maar ik ben er! Ik loop naar de tafel. Hoi allemaal! En terwijl ik de groep rondkijk, kijk ik recht in de ogen van Simone, een oude jeugdvriendin, die in de vierde klas ging verhuizen naar de andere kant van het land, en ik alleen nog maar met brieven had gesproken, wat gestopt was toen we in de puberteit kwamen. Simone? Roep ik uit. En ook Simone springt op. Linda? Wow! Ze omhelst me. Jullie kennen elkaar, lacht Sanne. We vertellen in geuren en kleuren over onze vriendschap en halen oude herinneringen op. Na de workshop, met een mooi zelfgemaakt sieraad op zak, besluiten we samen nog een hapje te eten in de stad om deze dag af te sluiten. Onderweg naar huis kan ik niet stoppen met glimlachen. De vriendschap die ik uit het oog was verloren en niet wist dat ik zo had gemist, was weer terug. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. Vond je de video leuk? Laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken en luisteren.